Automotive Insiders. ING ziet een strijdopkomst rondom het eigenaarschap van data. Wie verwacht Marinus van der Meer als winnaar? Nou, wij verwachten inderdaad een strijd. En dat is niet zozeer alleen binnen de automotive sector, maar ook met partijen van daarbuiten. Bijvoorbeeld partijen als Apple en Google, die zijn gewoon eigenlijk ingericht om met big data om te gaan. En het zou ons niet verbazen als het uiteindelijk een strijd zou worden tussen die partijen en de fabrikant. En ik denk dat de rol van de importeur en ook van de dealer, dat die op dit moment in gevaar komt. Wat gaat dat concreet voor dealers en universelen betekenen? Nou, voor dealers is het een schaakspel, verwachten wij, waarbij zij natuurlijk wel aan de kant staan van de fabrikant uiteindelijk. Voor de universele zal het heel moeilijk worden om grip te krijgen op die gegevens, grip te krijgen op die big data. Dus we verwachten dat vooral voor de universele het een moeilijke opdracht zal worden. Is big data een buzzwoord of zal het echt impact op de branche hebben? Het is meer dan een buzzwoord. Als je ziet wat voor ontwikkelingen wij schetsen in ons kwartaalbericht, dan zie je dat het een hele belangrijke ontwikkeling zal zijn voor de hele sector. Ons volgende event bijwonen of de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen? Maak dan hier een keuze.